Edwin. Ja, leuk. Ja. Ik heb iets voor je meegenomen. Oh, ja. Ik vond het altijd zo ontzettend zielig dat je zo weer alleen zit. Dus nou, kijk maar even naar de woonkamer. Oh, oké. Okay. Hè? Wat doe jij hier? Dit is mijn territorium. En je hebt ook nog mijn sloffen aan. Ik vind jou helemaal niet leuk. De video van vandaag gaat over de vraag of je er wel of niet een kat bij moet nemen. Welkom terug bij de Gelukkige Huiskat. Vandaag gaan we het hebben over de vraag of je nou wel of niet een kat erbij moet nemen. Ja, dat is een vraag die we toch wel regelmatig gesteld krijgen. Dus dachten we gaan eens even Een video over maken. Ja. Want dat is best een lastige vraag. Dus het antwoord is vrij uitgebreid. Ja. Als eerste moeten we dan even weer terugkomen op wat is een kat nou eigenlijk? En katten zijn dieren die niet in sociale groepen leven, zoals bijvoorbeeld een hond of een konijn. Dat zijn echt hele sociale dieren en die kunnen eigenlijk niet alleen leven, want dan zijn ze niet gelukkig. En voor de hond kan die dan nog de mens als een deel van zijn roedel zien. Ja. Maar een konijn alleen, dat is gewoon hartstikke zielig. Ja. Maar de vraag is of dat dan bij een kat ook zo is. Hè? Want als je naar de natuur kijkt, dan zijn er best wel katten die in groepen leven. Maar dat zijn dan heel vaak moeders en hun dochters. Ja. De katers die gaan als ze volwassen zijn uit de groep en die leven verder alleen. Ja. En ze leven ook echt alleen in groepen als er voldoende voorzieningen zijn, zoals voldoende eten, voldoende schuilmogelijkheden. Juist. En zijn die er niet, dan worden die groepen steeds kleiner, totdat je uiteindelijk alleen één moederpoes met haar kittens overhoudt. Ja, precies. Dus een kat kan dus uiteindelijk prima alleen leven, want die katers die leven ook alleen. Ik denk dat de meeste katten ook helemaal geen behoefte hebben aan een andere kat erbij. Nee. Want dat is dan wel vaak wat er gebeurt. Als er bijvoorbeeld een... laten we zeggen, je hebt twee katten en één kat komt te overlijden. Hartstikke sneu natuurlijk. En wat ik dan wel vaak hoor is dat mensen zeggen van... Nou ja, maar hij vindt het... ik zie wel dat mijn kat heel erg veel verdriet ervan heeft. Dat die andere er niet meer is. Hij mist hem heel erg. Want sinds die andere kat er niet meer is, komt hij ineens veel meer bij ons. Hij komt, komt hij in één keer op schoot liggen. Dat deed hij anders nooit. En dat soort dingen, dat hoor ik dan. En dan is de reactie van een eigenaar vaak van oké, dan heeft hij de andere kat dus gemist en nou wil hij in één keer aandacht van ons. Maar waarschijnlijk is dat precies andersom. Doordat die andere kat er nu niet meer is, kan hij eindelijk zelf de aandacht krijgen die hij dus eigenlijk altijd al heeft gewild. Ja. Maar ja, niet, er was, niet heeft gekregen, nee. Omdat er een andere kat was die aandacht al nam. En jouw schoot... is natuurlijk ook beperkt. En meestal zitten er niet twee katten op één schoot. En dan is het maar net wie daar dan zit. Ja. Dus voor dat soort katten is het misschien helemaal geen goed idee om er wel weer een andere kat bij te nemen. Ja, en uiteindelijk moet je jezelf afvragen wie wil er nou eigenlijk een kat bij. Jouw kat vraagt er niet om. Nee. En vriendjes kun je niet vervangen. Stel, je hebt altijd twee katten gehad. En die waren dikke vriendjes, deden samen slapen, wassen, spelen. We waren onafscheidelijk. Als er eentje komt te overlijden en je neemt er een nieuwe kat bij, dat is niet dezelfde. Nee, dat is net als bij ons. Ja. Ik bedoel, als we in één keer een wildvreemd iemand bij jou in huis zetten, hoe zou jij dat vinden? Ja, en zeggen met de mededeling, nou, dit is je nieuwe beste vriendin. Ja, leuk hè? Ja, de kans is heel groot dat het nooit je beste vriendin gaat worden. Die is veel groter dan dat het wel een hele goede vriendin van je gaat worden. Ja. En de meeste katten die samenleven, ik denk dat die elkaar tolereren, maar de meeste zullen niet een echte vriendschap met elkaar hebben. Nee. En dan kunnen ze op zich prima samenleven doordat ze de bronnen verdelen. En, doordat er voldoende bronnen zijn. Ja, precies. Inderdaad. Dat is waar. Maar inderdaad, zijn het vriendjes of niet? Ja. Dus de vraag is, moet je er een kat bij nemen? Ja, dat is dan eigenlijk heel erg afhankelijk van je situatie. Kijk, heb jij een kat die altijd alleen geweest is en hij is nu een jaar of 7 en je denkt, ik moet er toch een bij nemen. Ja, als je al 7 jaar alleen woont, zou ik dat zeker niet doen. Komt jouw kat ook gewoon buiten,
kan die altijd naar buiten door een kattenluikje. Nou ja, dan kan die buiten eventueel vriendjes maken. Want dat hoor je inderdaad ook wel eens. Hè, dat een kat een andere kat buiten opzoekt. En die hebben dan blijkbaar een klik en die gaan samen op uit. Dat is allemaal prima. En dan kan je kat ervoor kiezen. Als je kat naar buiten kan die ervoor kiezen om met andere katten op te trekken of niet. Dus ja, dan zou ik er niet zozeer eentje thuis bij zetten. En verder zijn er andere dingen waar je rekening mee moet houden. Hè, zoals een leeftijd. Als het leeftijdsverschil heel erg groot is, is de kans dat het vriendjes worden veel kleiner. Ja, want een jonge kat erbij, die heeft een heel ander energieniveau dan een wat oudere kat. Ja. Dat is hoogst irritant dat die jonge kat de hele tijd wil spelen en die oudere kat uitdaagt, terwijl die daar helemaal geen behoefte aan heeft. Nee, precies. Dus dat is ook heel vaak een probleem. Ja, en je moet kijken hoor naar de karakters, hè? Of die een beetje matchen. Als jij een heel erg brutale aap hebt en je zet er een heel rustig, lief poesje bij of een kitten bij, die heel timide is, ja, dat gaat natuurlijk ook gewoon niet goed komen. Nee, die kans is vrij klein. Ja. Ja. En verder, als jouw kat niet gesocialiseerd is met andere katten, dus dat wil zeggen als die niet opgegroeid is met andere katten, dan ja, is de kans... In de eerste 3 maanden, zeg maar. Ja, ja als die leven. Altijd alleen geweest is, ja, en je zet er dan ineens een nieuwe kat bij, dan weet je eigenlijk helemaal niet hoe die daarmee moet omgaan. Nee, dat is ook gedoemd om te mislukken vaak. Ja, ja. Ja. Dus moet ik er een kat bij nemen? In 9 van de 10 gevallen denk ik dat we nee kunnen zeggen. Ja. Wil je het toch proberen? Nou ja, dan is het wel belangrijk dat je die introductie heel goed doet. Want je kan maar 1 keer een eerste indruk maken. En als de eerste indruk meteen fout gaat, is de kans klein dat je katten uiteindelijk elkaar zullen accepteren. Daar komt ook een video over. Hoe je het beste een introductie kan aanpakken. Is geen garantie dat je katten dadelijk dikke vriendjes worden, maar hopelijk wel zo dat je katten elkaar gaan accepteren en het huis samen willen delen. Ja. Oké, nou dat was het dan weer voor deze week. Ik hoop dat je wat van opgestoken hebt. Ja, ben je nog geen abonnee van ons kanaal, abonneer je dan. Druk op die rode bel, dan krijg je iedere week weer een berichtje als onze nieuwe video online gaat. En ja, wil je net als ons dat alle huiskatten van Nederland gelukkig worden, deel dan onze missie en deel onze video. Ja, zeker. Nou, zien we je volgende week weer. Tot volgende week.